Op Pottenberg werd gisteren met een lach en een traan afscheid genomen van een stuk verleden. Het markante poortgebouw en de mammoetflat gaan namelijk gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. En dat is volgens wethouder Bastiaans het begin van een nieuwe toekomst voor de wijk. Ze hebben heel lang moeten wachten, deze bewoners. Het staat eigenlijk al heel lang leeg. Het was ingevuld hier door leegstandsbeheer. In de mammoetflat zaten nog een paar laatste bewoners. De bewoners konden bijna niet geloven dat dit moment echt zou komen. Ik denk dat ze meer dan 10 jaar hebben gewacht. Een beetje het vertrouwen waren verloren. Dus het is heel belangrijk om met elkaar te beginnen. Maar verliest Pottenberg door de sloop van deze monumentale gebouwen dan niet haar karakter? De nieuwbouw die er komt lijkt heel veel op deze bestaande bouw. Zelfs qua architectuur, qua de balkons. Dus ik denk dat het heel veel op elkaar lijkt. Dus ik denk dat het gevoel hetzelfde wordt. Zo niet beter, want het betekent dat we niet alleen naar het gebouw kijken, maar ook naar de openbare ruimte. En dat vooral ook samen met de inwoners willen doen. Kijk, de wijk bestaat 65 jaar en we nemen nu eigenlijk toch afscheid van 2 markante gebouwen. En in het kader daarvan hebben we ook heel veel verhalen opgetekend van mensen die hier al heel lang wonen, die hier een deel van hun leven hebben doorgebracht, om eigenlijk de verhalen van Pottenbergers gewoon eens op te tekenen. En dan blijkt Pottenberg, in tegenstelling tot wat er wel eens gedacht wordt, eigenlijk ook een hele krachtige wijk met hele mooie verhalen. En dat hebben we eigenlijk als symbolisch cadeau vandaag ook aan bewoners overhandigd. Omdat ze daarmee die historie van Pottenberg ook met zich mee kunnen nemen. En dan de bewoners, waarvan de meeste al decennia lang het hart van de wijk vormen. Wat vinden zij van de plannen? Ik ben het er helemaal mee eens dat dit oude woningen. Sorry, dat zijn oude woningen. Ik vind het jammer dat er hier een hoop weggaat, snap u? He? Nou hoop ik wel dat we dat nog kunnen meemaken, snap u? Want die flatten allemaal, die gaan allemaal weg. He? Komt een mooie nieuwe flat, er komen mooie nieuwe winkels. Want nou is het ook allemaal maar een beetje oude troep, hè? Ik koop geen koopwoningen. Hoop ik geen koopwoningen, want het is te duur. Mensen zijn arm. Ik hoop dat komen terug flats en er komen nieuwe winkelcentrum, maar geen koopwoningen, maar dat kunnen we niet betalen. Ja, het zou wel moeten, hè. Het is al heel oud, dus ik vind het jammer als we maar een nieuwe buurtbrug ergens krijgen. Nieuwe buurtbrug, dan komen wij allemaal bij elkaar en dat is gezellig. Ik vind het heel emotioneel, dat moet ik erbij zeggen. En ik hoop, ik ben nu bijna 84 en ik hoop dat ik de nieuwbouw nog kan meemaken. Ja, ik woon hier al 56 jaar. Dus wij krijgen ze hier niet weg.